Ik wil jullie eerst een verhaal vertellen over drie hoogbegaafden. Het zijn samengestelde verhalen. Elk voorbeeld dat ik geef is helaas uit de werkelijkheid genomen. Ik zou willen dat het niet zo was, maar de praktijk is wel zo. We gaan het hebben over Florjan, David en Kim. Het zijn drie hoogbegaafden. Een beetje drie stereotypes die ik ontwikkeld heb op basis van de verhalen die ik heb gehoord. Waarbij Florjan opgevoed wordt door zijn ouders. Zijn vader is advocaat, zijn moeder psycholoog. En Florjan is altijd heel erg begeleid op expressie. Want zijn ouders weten, Florjan is een intelligente jongen, dus hij moet de ruimte krijgen om zich te uiten. David die is in een iets ander gezin opgegroeid. Noord-Nederland, vader is schoolhoofd oude stempel. Doe maar gewoon, dan doe je al ruimschoots gek genoeg. En als iets niet goed gaat, heb je niet hard genoeg gewerkt, ben je waarschijnlijk lui. Nou, dat is een beetje de boodschap die hij meegekregen heeft. Nou, als laatste Kim, die is opgevoed door een topsporter en een muzikus. En juist eigenlijk vooral op basis van, hey, als je een talent hebt, moet je hard werken om dat te ontwikkelen, om er uiteindelijk iets mee te kunnen doen. Nou, we gaan deze drie volgen door een schoolperiode heen, dus kijken wat gebeurt er nou onderweg met die kinderen. Nou, Florjan begon met zijn expressie-uitgangspunt en David met de doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ze komen allebei op de eerste schooldag binnen, op verschillende scholen. Florjan komt binnen en gaat in de kring zitten en een kringgesprek begint met de juf. Die vraagt, goh, welke dag van de week is het? Nou, ze heeft haar zin nog niet afgemaakt. Of Florjan, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Met zijn vinger in haar gezicht, zo'n beetje. Bijna in haar neus, net ernaast. En hij zegt, het is maandag en morgen is het dinsdag. Dinsdag in het Engels is Tuesday. Ja, Florjan is op gang, want thuis heeft hij ook altijd heel veel ruimte gekregen om te vertellen wat hij wil. Nou, waar dat in het begin leuk is, wordt het na een tijdje toch wat irritant als de juf wat meer vragen begint te stellen. En elke keer weer Florjan voor iedereen uitduikt en het antwoord geeft. En je ziet de rest van de klas ook een beetje zo wegzakken van, ja, is dat er zo eentje, zeg maar. En er begint al wat afstand te ontstaan. Daartegenover hebben we David. David komt de klas binnen, gaat zitten, krijgt dezelfde vraag, welke dag van de week is het? Maar het eerste wat David doet, soms geen kijken. En 's avonds of aan het einde van de dag komt hij thuis en vraagt moeder, hoe ging het vandaag op school? En David zegt, ja, vanochtend werd gevraagd, welke dag van de week is het vandaag? En ik wist wel dat het vandaag maandag was en dat het gisteren zondag is en overmorgen woensdag. Maar ja, ik zag de oudste kleuter, die gaf ook geen antwoord. Dus ik denk, ik zeg maar niks, want anders dan vinden ze me misschien raar. Nou, en daarmee is eigenlijk in feite het onderpresteren begonnen. Binnen het eerste half uur van de kleuterklas. Gaan we leren lezen? Nou ja, zowel Florjan als David kunnen eigenlijk al lezen. Florjan die leest thuis met mama, leest hij altijd de krant. En komt op school, moet gaan leren lezen volgens veilig leren lezen of volgens een structurele methode. En weigert. Want hij zegt van ja, ik kan al lezen, dus ik hoef deze oefeningen niet te doen. En nou, de juf gaat er een tijdje mee, maar op een gegeven moment ziet ze dat hij toch ergens wat problemen heeft en dat hij toch wat van die lessen moet doen. Dan zegt nee, dat hoeft niet, want ik kan al lezen. En moeder komt naar school en die legt ook nog eventjes aan de juf uit dat hij toch echt niet hoeft te leren lezen volgens die methode, want zij gelooft niet in het AVI-systeem. David daarentegen komt op school en die zegt van ja, die kan lezen, maar die zegt er natuurlijk niks over, want die denkt dan val ik op. En komt 's avonds thuis en zegt tegen zijn moeder en mama, ik heb vandaag boom leren lezen. En die moeder zegt, ja, maar vanochtend hebben we samen de krant gelezen en las je voor, Al-Qaeda heeft een aanslag voorbereid. En dan kun je nu boom leren lezen. Zeg, nee, maar mama, je snapt het niet. Ik kan thuis lezen en ik kan school lezen. Thuis lezen is dat ik deze zin kan voorlezen. En school lezen is, nou ja, boom. B-O-O-M. En hier begint dus al een splitsing te ontstaan. Waarbij eigenlijk binnen een jaar David vergeten is dat hij zelf thuis kan lezen. Want hij leert het op de schoolmanier. Want de juf heeft gezegd dat dat de goede manier is van lezen. Gaan ze tafels leren? Maar ja, Florjan die gelooft er natuurlijk niet in. Zijn moeder ook niet, dus Florjan hoeft niet te oefenen. En hij komt redelijk door zijn testen heen. Dus het is net niet onvoldoende. Het is, weet je, als je kijkt naar die CITO-scores, een B, C-score, meestal B. Dus nou ja, daar komt hij er wel mee doorheen. Nou, de juf die probeert op een gegeven moment hem nog wel wat te laten oefenen en te automatiseren. Maar ja, dat wekt zoveel weerstand op. En dan staat papa, die komt deze keer ook mee als advocaat. En die komt ook nog even uitleggen dat Florjan echt geen tafels hoeft te oefenen. Want hoogbegaafden die kunnen niet zo goed tegen herhaling. Die houden daar niet zo van. Dus dat kunnen we beter niet doen.
Wat overigens betekent dat later, een paar jaar later, op het moment dat ze gaan machtsverheffen en dat ze moeilijkere dingen gaan doen, dat Florisjan vaarlijk aan vastloopt. Maar goed, dat wisten we toen nog niet. David, die schooloude stempel, die krijgt gewoon 6 vellen met vermenigvuldigingssommen op papier. Nou, die begint ze in te vullen. Eerste rijtje foutloos. Tweede rijtje begint David zich te vervelen. Beginnen er 1 of 2 fouten in te ontstaan. Uiteindelijk, tegen de tijd dat hij bij de laatste bladzijde uitgekomen is, zit er 40% fout in. Bijna de helft heeft hij fout gemaakt, omdat hij in slaap is gevallen. Hij vond er geen klap meer aan, maar ja, hij moest die sommen doen, want anders kreeg hij strafwerk. Nou, de leerkracht die kijkt alleen die laatste bladzijde na en komt tot de conclusie, David, je bent niet zo goed in vermenigvuldigen. Dus hier heb je nog 6 bladen, kun je nog een beetje oefenen. Ja, jammer. Nou, intussen begint toch het beeld te ontstaan van, die 2 zijn toch wel een beetje opvallend. Dus we moeten ze gaan testen. Tijd voor de IQ-test. Nou, Florisjan die komt binnen. Nou, hij zal wel even die IQ-test maken. Hij weet hoe dat werkt. Dus hij gaat zitten, maakt die test. Binnen 18 minuten is hij klaar. Test waar hij 60 minuten over mag doen. Levert hem in en zegt van, ik ben zeker hoogbegaafd. Komt de score van 132 uit. Nou, dat is hoogbegaafd, 130 is de grens. Maar ja, als je kijkt, dan zitten er heel veel slordigheidsfouten in. Hij had veel hoger kunnen halen. Alleen hij had geen zin, als je hem later vroeg waarom hij dat gedaan had, om zo'n moeilijke som nou helemaal uit te gaan werken of zo'n moeilijke opdracht. En dan zie je ook een aantal kinderen met een CITO-toets doen. Leveren een CITO-toets, en 10 minuten vullen ze hem in, leveren hem weer in. Omdat ze niet echt, zo belangrijk is het niet. En papa en mama gaan toch wel zorgen dat ik op het VWO terechtkom. Dus het maakt toch eigenlijk allemaal niet zoveel uit. David, die loopt meer vast. Want die krijgt die test voor zich. En die ziet een vraag en die denkt van, maar ik weet niet zeker, is nou dit antwoord of dat antwoord? Ik weet het niet helemaal zeker. Laat ik maar niks invullen. Want als ik het niet zeker weet, dan kan ik beter niks invullen, want anders is het fout. Er komt een score van 92 uit. Hij is niet eens gemiddeld. Ouders vinden het toch wel wat verdacht. Gaan naar een orthopedagoog gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Doet de test opnieuw. Andere IQ-test, maar hetzelfde type. En er komt een score van 144 uit. 92, 144. Wat is het verschil? 2 dingen. Het eerste is dat tegen David gezegd is van op het moment dat je het niet weet, vul dan iets in. Gok het beste waar jij denkt, dit is het juiste antwoord. Tweede, op het moment dat je normaal gesproken een IQ-test doet met kinderen, dan zijn er een aantal tests die hebben als regel, op het moment dat een kind 2 fouten maakt, dan hou je op met dat onderdeel en ga je verder naar het volgende onderdeel. Want je wilt het kind niet nodeloos frustreren op het moment dat hij boven zijn niveau komt. Maar, wat bleek nou bij David? Dat hij op een gegeven moment 3 fouten op rij maakte en daarna het rest van het onderdeel foutloos gemaakt heeft. Om wat voor reden dan ook heeft hij die simpelere sommen, simpelere opdrachten niet goed kunnen doen, maar de veel ingewikkeldere wel. Nou ja, door helemaal in het begin al meteen te stoppen, kwam er een score van 92 uit. Vervolgens moet ze een werkstuk maken. Florisjan moet een werkstuk maken. Hij zal wel even een werkstuk maken. Hij knipt en plakt Wikipedia en Google Images bij elkaar. Plakt het bij elkaar, levert het in. En het ziet er fantastisch uit, weet je. Het lijkt wel een werkstuk van een 6 VWO'er. En de juf heeft wel een beetje zo de twijfels bij. Maar snapt hij dat nou allemaal wel? Ze stelt wat vragen en hij begint een heel verhaal. En als je goed naar hem luistert, dan kom je erachter dat het verhaal elke keer om de vraag heen gaat. Hij geeft geen antwoord op de vraag, maar hij geeft antwoord op vragen die hij wel weet. Hij is alleen zo goed in gesprekstechnieken, dat hij elke keer het onderwerp ombuigt, tot hij weer kan praten over wat hij wel weet. De juf weet niet echt wat ze ermee aan moet. En laat het daarbij. Als je uiteindelijk kijkt naar de serie werkstukken die Florisjan gemaakt heeft, dan zit er een thema in. Elke keer schrijft Florisjan op wat hij al weet. Hij gaat niet iets nieuws onderzoeken. Het is alleen, op een aantal gebieden weet Florisjan al heel veel, dus kan hij dat allemaal mooi opschrijven of kopiëren en plakken uit Wikipedia. Daar staat tegenover David. David die gaat met dat werkstuk aan de slag en begint veel te ambitieus. Hij wil het hele universum wil hij in zijn werkstuk eventjes gaan verwerken. Na wat discussies wordt dat teruggebracht naar de maan. Hij gaat het over de maan hebben. Alleen dan krijgt hij een bronnenboekje en dan is David in één keer in de war. Want David denkt te weten van een maancyclus duurt 28 dagen. En dan kan ik precies uitleggen waarom en hoe dat werkt en hoe dat in elkaar zit. Maar dan krijgt hij zo'n basisinformatieboekje waarbij ze, om wat te versimpelen, zeggen een maan gaat in een maand rond de aarde.
om te zorgen dat het niet te ingewikkeld is voor kinderen die zoveel informatie niet kunnen verwerken. Maar ja, nou is David in de war. Want enerzijds denkt hij te gelezen te hebben of gezien op Discovery Channel dat het dit is. Maar ja, het boekje zegt iets anders. Nou ja, en hij probeert daar een soort middenweg tussen te vinden. Maar ja, er komt uiteindelijk een soort halfbakken werkstuk wat zichzelf tegenspreekt. Want hij kan daar niet echt de keuze in maken. Want hij wil niet loyaal zijn naar de leerkracht, want die heeft dat boekje aangegeven. Maar aan de andere kant wil hij ook niet dat wat hij weet opzij zetten. Dus ja, hij raakt er vooral van in de war. Nou, uiteindelijk eind basisschool. Nou, Florian die scoort toch nog wel 55 op de CITO. Dat gaat best goed. Alleen, David die zit zo aan zichzelf te twijfelen, moeilijk en tobben en zo. Die krijgt uiteindelijk een score van 543. Nou, met geluk weten ze er nog een HAVO-VWO-advies uit te slepen. Maar ja, het is eigenlijk maar net aan. Met een IQ van 144. Toch jammer. En David zit ook niet meer zo lekker in zijn vel. Het is alleen, wat je dan ziet, is op het moment dat ze naar het voortgezet onderwijs toe gaan, Dan begint Florian toch wat problemen te krijgen. Want waar hij met de leerkracht altijd heel veel voor elkaar kreeg en altijd met gesprekken en zo kwam hij overal omheen, had hij nu in één keer 14 leerkrachten. En eigenlijk heel weinig tijd voor hem. En hij probeert op allerlei manieren toch die aandacht weer te krijgen. Tot bijzonder negatieve vormen, zoals met ruzie maken met klasgenoten en met gummetjes gooien en dat soort dingen aan toe. Want hij snapt niet dat hij geen aandacht meer krijgt. Want altijd was hij het meest bijzondere kind in de klas. En nu is hij gewoon zomaar een van de 25. Nou, David, die op de HAVO-VWO terechtkomt, die begint helemaal onder te duiken. Zijn haar begint zo langzaam te groeien, totdat er een soort gordijntje over zijn ogen is. Zodat hij zich kan verstoppen van de wereld. En ja, hij blijft zich afvragen van, ja, hoe moet ik dit nou aanpakken? Maar ja, qua schoolresultaat valt het allemaal nog best mee. Want de middelbare school begint nu een soort trend te krijgen dat de brugklas versimpeld wordt. Die wordt makkelijker gemaakt om te zorgen dat die kinderen niet te erg geschokt raken van hun eerste onvoldoende. Dat wordt langzaam opgebouwd. Maar wat betekent dat nou voor David en vooral voor Florian? Florian denkt van, oh, het is hier niet zo moeilijk. Dat wat ik altijd gedaan heb, gewoon een beetje kijken en antwoorden invullen, dat is hier ook genoeg. Daar haal ik 6 en 7 mee. Dus ik hoef voor de middelbare school ook helemaal geen nieuwe tactieken aan te pakken. Maar ja, in de loop van de tweede en derde klas wordt dat toch lastiger. Want in één keer wordt de hoeveelheid stof meer, wordt ingewikkelder. Nou ja. Wat gaat Florian doen? Leren? Nou, dat is niet de meest gerichte oplossing. Ik stuur gewoon papa en mama er weer op af. Want die komen op school wel even uitleggen dat, ja, maar goed, Florian kan dit ook niet leren, want je hebt hem niet op een ruimtelijk visuele manier uitgelegd. Ja, dan kun je toch niet van hem verwachten dat hij het kan leren? Ja, en wij zijn ook nooit zo goed geweest in Duits. Dat zit bij ons niet in de familie. En daarnaast hebben we er ook nooit iets aan gehad. Dus Florian, maak je maar niet druk. Wij regelen het wel. Nou, op een gegeven moment, tegen de derde klas, zit Florian in de tweede wat betreft Duits, in de vierde wat betreft wiskunde. Engels weet geen mens meer waar die zit. En ja, dat is een heel aangepast schoolprogramma, maar niemand weet meer echt precies wat hij doet. Nou, en David die zakt alleen maar weg. Die is intussen al naar de HAVO toegestuurd, want VWO dat was het ook niet. Zo gauw die leerdoelen omhoog gesteld worden, haalt hij steeds lagere punten. Maar het grappige is dat hij op de HAVO nog lagere punten haalt dan dat hij op de HAVO-VWO deed. En tegen het einde van die middelbare school, zie je dat Florian, nou ja, die haalt het gewoon niet. Die haalt het einde van het middelbaar onderwijs niet. Waarom? Omdat hij de derde en de vierde alleen maar bezig is geweest met het aanpassen van het schoolprogramma. Nee, ik hoef dit niet te doen, als ik dat doe, dan ga ik daarmee en aangepaste programma's. Tot op een gegeven moment iedereen de weg kwijt is en als ze erachter komen dat het enige wat Florian heeft gedaan is aangepaste programma's regelen. Hij heeft niks geleerd, hij heeft niks gedaan, hij doet geen proefwerken meer. En tegen de tijd ze erachter komen en dat terug willen halen, lukt het eigenlijk niet meer. Want ja, Florian is dus al zo ver weg met al zijn ideeën en dat is alweer 2,5 jaar verder. Nou, David, die haalt dan net met hakken over de sloot de HAVO. Maar ja, die is echt intussen zichzelf helemaal kwijt. Hij heeft geen flauw idee meer van wat moet ik nou en hoe moet ik dat nou aanpakken. Nou, Florian, die gaat eigenlijk een beetje de makkelijke route zoeken. Hij begint 3 verschillende studies en na een half jaar stopt hij ermee. Het lag niet aan hem, maar het lag aan de naties van de studentenadministratie. Die hebben hem niet de studiepunten gegeven die hij verdiende. En hij begint een opleiding tot snowboardleraar, maar maakt hem niet af. Begint een opleiding tot zeilinstructeur, maar maakt hem niet af. Maar goed, in de bar doet het best goed, want ja, ik heb een opleiding tot snowboardinstructeur gedaan, tot zeilinstructeur en ik heb creatieve therapie gestudeerd. Dat klinkt allemaal heel goed. En als hij niet doorvraagt om te vragen of hij het überhaupt afgemaakt heeft, ja, dan klinkt het wel leuk. Maar de praktijk heeft hij nooit meer dan een jaar iets afgemaakt. En duurt het jaren en jaren, zal het een jaar of 30 zijn voordat Florian eindelijk het idee heeft van, nou, ik wil kok worden.
ga toch maar eens iets met mijn leven doen. Doet de opleiding, maakt hem ook af. Maar ja, met zijn 30 pas. Iemand die zoveel talent heeft, die in staat zou moeten zijn zoveel te kunnen doen, heeft tot zijn 30 nodig voordat er iets uitkomt. David is nog een stap erger. Die komt dan behoorlijk verzwakt van de HAVO af. En die zit op een gegeven moment met zijn gordijntje voor zijn ogen in zijn kamer met keiharde rockmuziek aan, zich af te vragen van ja, waarom zit ik hier eigenlijk nog? Heeft intussen antidepressiva gekregen. Maar ja, David is depressief. En hij zit zo naar het potje pillen te kijken en weet dat hij net op internet heeft gelezen dat als hij het hele potje in één keer achterover slaat, dat het dan afgelopen is. En dat eigenlijk best aantrekkelijk klinkt. Want David wil niks van de wereld wil niks van David. Waarom zouden die twee dan bij elkaar blijven? Tja. Ja, ze hadden beloofd dat ik hier een inspirerend verhaal zou komen vertellen. Hè? Valt een beetje tegen. Onze hoop is natuurlijk gevestigd op Kim. Kim is opgevoed door een sporter en een muzikus. En die zijn eigenlijk in die categorieën. Kijk, cognitief talent is één ding. Maar muzikaal talent, sportief talent, zijn veel meer talenten die je hebt. Maar binnen muziek en de sport zijn wij eigenlijk veel meer gewend om dat talent te begeleiden en te kijken wat eruit komt. En erkennen wij eigenlijk al veel langer dat een prestatie komt door enerzijds talent, maar anderzijds ook door hard werken. En dat zit er qua persoonlijkheid al in bij een topsporter en muzikus. En zo hebben ze ook Kim begeleid. Als je kijkt naar haar verloop, zij komt ook op de eerste schooldag binnen en ze lijkt wat dat betreft een beetje op David. Zeker meisjes zijn meestal meer geneigd om zich sociaal-emotioneel aan te passen. Dus de vraag wordt weer gesteld welke dag van de week is. Het eerste wat ze doet is rondkijken. De juf let daarop en ziet van, hey, goh, weet je, ze komt net binnen. En het eerste wat ze doet is rondkijken in plaats van überhaupt proberen met een antwoord te komen. Dus ze vraagt specifiek aan Kim. Kim, weet jij misschien welke dag van de week het is? Nou ja, zo direct gevraagd geeft Kim antwoord. Want ja, daar kom je dan niet echt onderuit. Maar de juf ziet dat ze wat ongemakkelijk is. Dus als de kinderen later aan het werk zijn, gaat u even meteen met Kim praten van, goh, weet je, waarom zei je het nou niet? En probeert ze eigenlijk in feite de brug te slaan. Want wat veel kinderen doen in de kleuterklas, is ze maken een keuze. Je hebt wat ze dan noemen een cognitieve referentieleeftijd en een sociaal-emotionele referentieleeftijd. Cognitief, hoe ver je ontwikkeld bent in leerstof, sociaal-emotioneel, hoe goed je qua emotieontwikkeling gegroeid bent. En de meeste kinderen maken een keuze. Op het moment dat je doet wat David doet, kies je in feite sociaal-emotioneel. Ik ga me gedragen zoals mijn leeftijdsgenoten, want dan kan ik me sociaal-emotioneel beter tot hun verhouden. Of je kiest wat Florian doet. Die zegt, mijn cognitieve leeftijd staat bovenaan. Ik zal laten zien wat ik kan. Het kan me eigenlijk heel weinig schelen wat anderen ermee doen. En daardoor komt er een steeds grotere sociale verwijdering. En wat de juffrouw Kim nou specifiek probeert te doen, is die brug te slaan. Het hoeft geen keuze te zijn. En dat is eigenlijk wat je ook probeert te doen als kleuterleidster. Zorg dat dat geen keuze is. Het is niet of cognitief of sociaal-emotioneel. Het kan allebei. Dat kan een plek zijn om te vertellen wat je weet, zonder dat je meteen je op zo'n manier gedraagt dat je afscheid moet nemen van de klas. Kim, ook weer vergelijkbaar met David, kan thuis lezen. En mama komt erachter dat Kim ook gaat school lezen en dat ze die dingen als apart ziet. Dus de moeder gaat met de juf praten en geeft aan van, goh, het valt me op dat Kim zo thuis leest en zo op school leest. Nou, de juf gaat op een versneld tempo door het lesblok heen, waarbij ze wel elke keer controleert of Kim alle vaardigheden van dat leesblok beheerst, maar blijft er niet bij stilstaan op het moment dat het kind het doet. Maar op een gegeven moment komen er een aantal blokken, nou, dan blijken er wat zwakke punten van Kim in te zitten. Bijvoorbeeld tempo van lezen. Kim leest veel langzamer dan dat je eigenlijk gewend zou zijn bij een kind dat volgens een normale stap heeft leren lezen. Nou, door dat te bespreken met Kim en uit te leggen van, goh, weet je, ik vind het geweldig dat je zo kunt lezen. Wat we nu samen moeten doen is zorgen dat dat snel genoeg gaat op zo'n manier dat je ook je opdrachten afkrijgt. Nou, door daar specifiek aan te werken, gaat Kim langzaamaan school lezen en thuis lezen verenigen. Ze behoudt haar eigen strategie, maar vult het aan op de plekken waar die nog niet voldeed met wat ze op school kan leren. Bij het leren van tafels begint eigenlijk ook een beetje initieel die tegenwerking van Kim. Van ja, ik heb geen zin om dat te herhalen, want jij geeft mij een test en ik kan hem zo invullen. Alleen zegt de juf van ja, maar wat me opvalt is wel dat je er langer over doet. Plus, je zit heel het naar het plafond te staren. En zit je nou te dromen of wat is het? Nee, zegt Kim. Eigenlijk als ik rekensommen uitreken, nou, het plafond hier is fantastisch ervoor. Dan denk ik gewoon 4 keer 5 is 1, 2, 3, 4, 5. En die telt alle panelen die op het plafond zitten. En zo reken ik vermenigvuldigingssommen uit. Geen verzonnen verhaal, letterlijk.
hoogbegaafde kinderen die dat deden, keken naar het plafond en hebben zo alle rekensommen uitgerekend. Prachtige strategie. Geniaal als ze het verzonnen hebben. Het wordt alleen lastig als er geen panelen op het plafond zitten. Maar goed, daar kunnen we misschien nog wat mee doen. Maar het nadeel is ook dat het langzamer is dan wat je zou willen doen. Want op het moment dat je grotere vermenigvuldigt, als je 9 keer 9 moet uitrekenen, dan ben je wel heel, heel erg lang aan tellen. En zo zie je ook af en toe, hoogbegaafde kinderen vermenigvuldigen, soms zie je onder tafel, zie je die vingers nog bewegen. Het is alleen dat kunnen ze zo snel dat ze daar in feite het normale testen mee halen. Dus wat spreekt de juf af met Kim? Kim, straks gaan we allerlei andere dingen doen. Machtsverheffen, je moet leren schatten, er zijn allerlei redenen, daar gaan we straks over verder. Waarom het nuttig is om die tafels te automatiseren. Nou, om te zorgen dat jij dat gaat leren, ga ik voor jou een moeilijkere test verzinnen. Je moet dezelfde test doen als andere kinderen, maar waar andere kinderen 20 minuten over die test mogen doen, moet jij hem in 6 minuten doen. In een veel kortere tijd. En in 6 minuten heb jij niet genoeg tijd om panelen te tellen of vingers te tellen. Dus moet je ze automatiseren. Dus komt er in één keer een objectieve maatstaf waarin Kim kan afmeten of ze dat volgens die nieuwe strategie kan doen of niet. Ze krijgt er uitleg bij waarom het zo is. En daarnaast gaan ze ook kijken naar wat zijn nou eigenlijk strategieën die je kunt doen. Je kunt het in je hoofd opzeggen, je kunt er een lijstje mee maken, je kunt het met een computerspel doen. Het zijn allemaal manieren om dat automatiseren uit te voeren. Nou, die ouders staan natuurlijk helemaal achter. Want als topsporter, weet je, Michael Jordan, die stond na 30 jaar, stond hij nog zijn lay-ups te oefenen. Terwijl je zou kunnen zeggen, als je zoveel talent hebt, hoef je dat niet te doen. Nee, juist door die basis te oefenen, kun je daar wat aan toevoegen. Nou, dus die ouders ondersteunen dat van harte. In de IQ-test doet Kim het ook minder goed dan geschat. Niet zo erg als David, ze haalt 120, terwijl ze eigenlijk uiteindelijk op 139 uitkomt. En wat blijkt nou? Ze denkt veel te moeilijk. Want er is al van tevoren verteld, een IQ-test is een moeilijke test, dus daar moet je heel hard over nadenken. Nou, en dan een van de vragen die ze krijgt, zit geloof ik in de som of een van die testen, krijg je 12 dinosaurussen. Met de vraag, welke van de dinosaurussen hoort hier niet bij? Nou, er zijn 4 dinosaurussen die een sjaal om hebben en een muts op. Dus het antwoord op de vraag hoort te zijn, diegene met de muts en de sjaal op. Wat antwoordt Kim? Nee, deze 4 horen niet bij. Waarom? De andere dinosaurussen zijn carnivoren. Deze 4 zijn herbivoren. Die zijn dus in de minderheid, dus zullen ze er wel niet bij horen. Een bijzonder valide antwoord, alleen als jij gewoon naar de scoreformulier krijgt, 0 punten. Nou, en zo weet ze op verschillende vragen verschillende interpretaties te vinden, maar zoekt ze altijd de moeilijkste op, omdat ze te horen heeft gekregen dat dat hoort, en daarmee eigenlijk in feite de onjuiste, waardoor de score toch een einde beneden toe bijgesteld wordt. Nou, door achteraf die test met haar door te lopen en te kijken welke antwoorden ze gegeven heeft, blijkt ze allerlei valide antwoorden gegeven te hebben. Want dat is natuurlijk wel het lastige met zo'n IQ-testvraag. Wat hoort hierbij? Nou ja, er zijn altijd wel verschillende redenaties te vinden waarom of iets er wel of niet bij zou horen. Bij een werkstuk maken krijgt Kim meteen een protocol mee. Het eerste wat ze moet doen is een soort mindmap of woordenspin maken. Wat weet je eigenlijk al over dit onderwerp? En vervolgens wordt er gevraagd welke 3 vragen heb je nou eigenlijk over het onderwerp waar je nog niet het antwoord op weet. En de beoordeling wordt dan inhoudelijk gezien alleen maar gedaan op die gebieden die ze nog niet wist. Waardoor ze meteen uitgedaagd wordt om een nieuw onderwerp te onderzoeken. Iets wat ze nog niet weet, iets waar ze nog niet mee bezig is geweest. En vervolgens wordt er daarnaast de eis aangesteld dat ik kan jouw werkstuk pakken. En dan kan ik jou elke vraag stellen die ik wil over iets wat in het werk staat. En daar kun je antwoord op geven. Als je er geen antwoord op kunt geven, dan streep ik het door in je werkstuk. Want dan heb je het blijkbaar niet voldoende begrepen dat het er ook echt in zit. Dus de eerste keer begint ze ook met een stuk van Wikipedia. Maar goed, daar, nadat ze die test hebben gedaan, is ze zelf het werkstuk doorgestreept. Ja, dat is toch jammer. Dus gaat ze er opnieuw mee aan de slag, maar nu op een manier zodat ze alles onderweg weet. Nou, en daardoor gaat ze dus steeds meer zelf die werkstukken schrijven, in haar eigen woorden, op een manier dat ze het helemaal begrijpt, over onderwerpen waar zij nog niet echt kennis van heeft. Nou, aan het einde van de basisschool, daar komt ze best goed doorheen. Ook een 55 op de CITO-score. Veel zelfvertrouwen, maar ook best bereid om te werken. Daarnaast wordt aan het einde van de basisschool wordt al ander uitgelegd. Straks op de middelbare school werken zaken anders. Moet je dingen op een andere manier gaan leren. En krijg ze ook wat lessen in leren en sociaal-emotionele vaardigheden. Hoe kun je je nou voorbereiden zometeen op die periode middelbare school? Nou, en op het moment dat ze daar komt, is die middelbare school ook nog eens een keer ingericht op hoogbegaafden. Waarbij ze eigenlijk het tegenovergestelde hebben gedaan wat ik net zei. In plaats van dat ze het begin makkelijker hebben gemaakt, hebben ze het begin moeilijker gemaakt. Waardoor Kim meteen tegen de grenzen in leerstrategieën aanloopt.
want waar ze op de basisschool best veel dingen kon doen door er gewoon naar te kijken en het antwoord te geven, is het nu in één keer zo van, hé, ik moet nieuwe dingen leren. Ik moet 30 woordjes leren. Goh, dat is best lastig. Maar nu ga ik dat in de eerste week van mijn middelbare school ga ik dat leren. In plaats van dat het pas ergens tegen de tweede, derde klas zo moeilijk wordt dat het moet. Nou, en tegen de tweede, derde klas komt ook die extra laag inzicht die gevraagd wordt. Maar goed, intussen is ze zo gewend om door te zetten dat ze de punten even ziet dalen, maar daarna weer omhoog ziet komen. Omdat ze gewoon weer op zoek gaat naar een nieuwe strategie. En zo eindigt ze dus ook uiteindelijk het VWO, dat ze gewoon succesvol met het gymnasium afsluit. En omdat ze tegen het einde van de middelbare school zich toch wel begint te vervelen, zijn er allerlei mogelijkheden gecreëerd dat voor vakken waarbij zij hoger dan een 8 staat, dat ze niet alle les hoeft te volgen. En dat ze via een draaideurmodel vast naar de universiteit toe kan. Dus zo maakt ze haar gymnasium af, waarbij ze de helft van de propedeuse natuurkunde al gehaald heeft. En daarna gaat ze een dubbelstudie natuurwiskunde doen. En in haar toekomst maakt ze de studie af en ze blijft altijd een beetje twijfels hebben over haar zelfbeeld. Ben ik wel hoogbegaafd? Ben ik wel echt zo slim? En het is toch wel moeilijk. Maar de eerste reactie daarop is altijd, dan ga ik harder werken. En daardoor bereikt ze allerlei dingen. Nou, dat was even een overzicht van 3 hoogbegaafden. Omdat ik merk, als je een heel theoretisch verhaal vertelt, wordt het heel erg abstract. Nou kun je er ook een beetje een gezicht aan plakken. En een beetje een gevoel creëren bij wat zijn nou die verschillende aanpakken. Nou, om het een beetje een plek te geven,